gezondheid. Ik vind het erg leuk dat ik u iets mag vertellen over een innovatieoplossing waar ik bij Zilveren Kruis met een team aan werk. En dat gaat over een serious game in de strijd tegen overgewicht bij kinderen. Kan een serious game kinderen met ernstig overgewicht in beweging krijgen? Als u deze foto ziet, wat denkt u dan? Erik Scherder zou nu zeggen, u moet even reageren mensen. Wat denkt u als u deze foto ziet, als eerst? Enthousiasme. Weinig beweging, ja. Zitten ze weer achter een game op de bibs. Wat als ik u nou vertel dat deze kinderen niet de hele middag gegamed hebben, maar zojuist na een middag buiten apenkooien ingelogd hebben en zien dat ze weer 7000 stappen hebben gezet vandaag en daarmee 7000 munten hebben verdiend. Even de mindset. Heel kort, om te beginnen als inleiding even. Ik werk bij Zilveren Kruis in het team innovatie en ik hoorde net de rol van de zorgverzekeraar genoemd worden bij minder kosten. Dat is ook iets waar wij mee bezig zijn, maar wij houden ons ook bezig met vitaliteit en gezondheid. Nou, waarom? Wij zien dat Nederland absoluut de laatste jaren richting gezondheid en vitaliteit aan het gaan is. Het is een trend. Helaas misschien voor een voorhoede en misschien nog niet voor een kleine achterhoede, maar het is echt een beweging die ingezet is. En wij willen kijken of wij als verzekeraar daar ook een gids in kunnen zijn, van advies of raad en daad, zoals we dat nummer kunnen voorzien, om mensen te inspireren, te stimuleren en te kunnen laten leren van elkaar over hoe je een gezonde leefstijl kan toepassen, zodat het ook echt voor jou werkt. Dat doen we via de assen inspanning, zowel mentaal als fysiek, ontspanning, zowel mentaal als fysiek, als natuurlijk voeding. En nu, je kent hier in de Bravo-thema's of het mooie vijfluik wat ik net zag, zie ik een stukje van terug. Ik denk dat het allemaal bekend is welke dimensies van gezondheid we daar allemaal in meenemen. Een van de leidende principes die wij daarbij toepassen is innovatie. Innovatie is niet, we hebben een app. Wij zien innovatie als een proces waarin je met verschillende partijen nieuwe ideeën naar de markt brengt. En dat laatste is heel belangrijk. Nieuwe ideeën bedenken is ingewikkeld maar te doen. Maar de kunst zit erin dat je het ook naar de markt brengt. Dat je de nieuwe ideeën, nieuwe concepten van waarde gaat laten zijn voor om te beginnen een groep early adopters die daarna kan vergroot worden. Innovatie passen we toe in allerlei domeinen, in de oncologiewereld bijvoorbeeld. En ik ben van huis uit bedrijfskundige. Ik ben hier een jaartje geleden mee begonnen. En sindsdien houd ik me bezig met ook allerlei trendonderzoeken en klantdrivers. En bij trends kijk ik natuurlijk ook naar de cijfers, naar de ontwikkelingen in Nederland en de projecties naar de toekomst. En ik kan de dag bijna herinneren dat ik bleef haken bij één grafiekje die op het Nationaal Kompas stond. En dat kent u misschien, waar je allerlei feiten en cijfers over gezondheid kan vinden. En dat was een grafiekje gebaseerd op een vijfde TNO-studie. En ik heb hem in eigen vorm even hiervoor weergegeven. U ziet hier de percentuele cijfers van overgewicht van de jeugd van 2 tot 21 jaar. Ruim 30 jaar geleden was er bij 6% van deze jongeren sprake van serieus overgewicht. En obesitas kwam in 0,3% hier afgerond van de gevallen voor, van de kinderen. Dat is in 30 jaar meer dan verdubbeld. En dit soort trends zie ik bij heel weinig andere aandoeningen. En dit bleef bij mij hangen. Hier is iets aan de hand. Dit zouden we echt moeten keren. En bij overgewicht bij kinderen, het is denk ik al een paar keer sprake geweest, we weten natuurlijk dat het gaat om een disbalans tussen de inname van brandstof en de verbranding daarvan, dus voeding en beweging. En ik denk, het is een paar keer al sprake geweest, ik denk dat u echt allemaal inmiddels wel weet waar dat over gaat, maar toch haal ik het beeld nog wel eens naar voren. Wat ik op mijn thuiswerkdag zie, als ik even naar de supermarkt loop om 12:30, dan zie je echt veel kinderen die hun lunch daar genieten. Die bestaat uit een kaasbroodje en een flesje AA. En ik weet niet of u het krantartikel van een paar maanden geleden kan herinneren. Een supermarkt in Zaandam, die had genoeg van alle schoolkinderen in zijn supermarkt. En die heeft van de muur van zijn supermarkt een kaasbroodjes uitgegifte loket gemaakt. Dat deed hij omdat hij de kinderen in zijn supermarkt niet meer wou. Hè? Zoals de Albert Heijn die tassen niet meer wil. Alleen wat hij niet had gedacht, dat de omzet daarna is verdubbeld. Die broodjes die vlogen de muur uit. Kinderen hebben dicht bij school
voor heel weinig geld de gelegenheid om de hele dag door ongezond voedsel tot zich te nemen. En in eerste instantie dacht ik, veroordeling en hoe kan het toch zo zijn dat, en heeft deze man dan niks begrepen van. En in tweede instantie dacht ik, wat kan ik nou eens van hem leren? Wat voor nieuwe ideeën bedenkt hij nou om zijn problemen op te lossen? En kunnen we precies die creativiteit niet ook eens toepassen in de wereld van de gezondere leefstijl? Wat we natuurlijk weten is dat er steeds meer initiatieven zijn die hier ook echt aan werken. Ik ga het ze niet opnoemen, vanochtend hebben ze ook gezien. Jongeren op gezond gewicht, PON, et cetera. Er zijn allerlei ideeën gelukkig die hiermee bezig zijn. En natuurlijk zijn er de zorgverleners, de kinderfysiotherapeut, de kinderarts, de diëtist, de jeugdpsycholoog, die bezig zijn met de interventies. En die bewegen zich meestal, letterlijk en figuurlijk, of die bevinden zich meestal op 3 gebieden. Deze kinderen gaan samen 1 keer in de week of vaker een uurtje sporten met lotgenoten. Ze krijgen van de diëtist veel adviezen over wat nou gezond eten is. Ook heel creatief met een bord, hè, wat voorbedrukt is met de helft groente, een klein beetje vlees en een klein beetje aardappels of graanproduct. En als derde worden deze kinderen natuurlijk intensief gevolgd. Want de psychosociale aspecten worden gelukkig ook goed meegenomen. Bijvoorbeeld pesten, hè, als oorzaak van of als gevolg van. In gecombineerde leefstijlinterventies, zoals die dingen heten, is daar alle 3 de aandacht voor. En ik vraag me nou af, kunnen we nou eens gaan aansluiten nog beter bij de belevingswereld van het kind? Wat wil eigenlijk een kind? En ik heb gewoon naar de kinderen in mijn omgeving gekeken, op het schoolplein en op het voetbalveld en bij mij thuis. Kinderen willen samen iets creëren. Kinderen willen ontdekken. Kinderen willen spelen. Kinderen willen iets winnen. Kinderen willen aandacht van papa, van mama, van hun vriendje, van de juf of van hun superheld, hun rolmodel. Een stripfiguur bij wijze van spreken. En als je nou eens kijkt naar de game in de App Store, dat is Minecraft. Kent iemand Minecraft? Super populair. Miljoenen kinderen betalen hier geld voor en spelen dit. Kinderen zitten ongeveer na school 3 uur per dag. En van die 3 uur per dag spelen ze 1,5 uur een game. Waaronder Minecraft en Candy Crush en et cetera en et cetera. Als je hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te doen, maar als je door je oogharen naar dat spel kijkt, en ik ben het eens gaan bekijken, is het precies dit. Je ontdekt een nieuwe wereld die je bouwt met je vriendjes. Want als je op hun wifi-netwerk gaat zitten met je tablet, dan kun je in hun wereld kijken. En de tablets die zijn er in Nederland. Inmiddels zijn we aan de 2e en 3e generatie tablets toe. En wat gebeurt er met de oude tablet die papa niet meer snel genoeg vindt? Die gaat naar de kinderen. Tenminste, zo gaat het bij mij. Dus die hebben gewoon hun eigen tablet. En hiermee spelen ze dit soort dingen. Dat is wat ze leuk vinden, dat is wat ze ook willen. En kunnen we hier nou niet eens op wat gaan aansluiten? De bestaande interventies gaan misschien iets te veel uit van wat kinderen moeten of niet meer mogen. En de kunst zou misschien kunnen zijn om deze interventies een impuls te geven door aan te gaan sluiten op hun belevingwereld. Bijvoorbeeld met innovatie en bijvoorbeeld met een game. En dan wel een serious game. Een serious game is een spel wat uiteindelijk een hoger doel of een ander doel heeft dan vermaak of tijdverdrijf. Het uiteindelijke doel zou kunnen zijn inzicht of gedragsverandering. Het wordt op allerlei steeds meer gebieden in de zorg ook toegepast. Chirurgen oefenen met serious games de minuscule handelingen op een Wii. En ook voor kinderen zou dat zomaar eens een idee kunnen zijn. En het bestaat niet. Er zijn apps voor een beetje voeding, een beetje bewegen. Maar iets als dit bestaat niet. Ik heb het om het een beetje uit de beleidstermen te halen, maar dat is even concreet gemaakt, heel kort. Stel nou eens dat je in die 1,5 uur die teruggebracht wordt naar 3 kwartier, niet alleen maar Minecraft, maar ook een spel doet waarin jouw wereld gekoppeld is aan een Fitbit, waarbij persoonlijke aandacht voor je is, omdat je op je verjaardag een foto of een mailtje krijgt en 10.000 punten cadeau krijgt. Of waarin je diëtist je beloont omdat ze heeft gezien dat jij weer 10.000 stappen hebt gezet gisteren. Dat wordt geteld, of misschien kan je picture your plate toepassen. Die foto met die groente op het bord, die laat je aan iemand zien, waardoor je wat kan winnen. Vinden kinderen leuk. En natuurlijk kan er een quiz gespeeld worden, of kan je gewoon op mensen schieten, of op dieren, of op de foute vetten, of kan je iets racen. Het belangrijkste van de game is dat kinderen ermee gaan beginnen, omdat ze een rolmodel of een vriendje hebben die het doet. Het belangrijkste is dat ze het blijven spelen. Ook in de 3e, 4e week, omdat het vernieuwt, omdat het iets anders laat zien. Wilt u met mij eens nadenken en met ons nadenken, als u zorgverlener bent voor kinderen met overgewicht, of dit kan werken? En ook als u denkt, dit gaat niet werken, kom ik heel graag in contact met u.
Dit is de uitnodiging die straks aan de brug hangt met mijn naamkaartje. En als u wilt nadenken over of een serious game een vernieuwing kan zijn of een verrijking van de behandeling van kinderen met overgewicht, dan hoop ik u heel graag te ontmoeten. Alles is gezondheid.